Dag iedereen, welkom bij Kotvoet. Het academiejaar staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer feestjes zijn. En feestjes resulteren meestal in katers en daarom heb ik vandaag een speciaal katerontbijt bedacht, geïnspireerd op spekmeier. We beginnen met een bloemige aardappel te raspen, omdat ik een rosti ga maken. Een gewone aardappel dat heeft natuurlijk niet zo heel veel smaak, dus je moet smaak toevoegen. En ik ga het doen met ajuin, look, een beetje gemalen kaas, peper en zout en dan alles goed onder elkaar brengen. Rosti's vormen en dan een vijftal minuten bakken in hete boter. Terwijl dat de rosti's aan het gaan zijn, is het tijd om het spek en de eieren aan te pakken. En dat gaat in een microgolf, maar er is wel een speciale functie voor nodig. Als je dat niet hebt, kun je dat evengoed in een pan. Geen probleem. En ik ga gewoon ontbijtspek zo op die plaat leggen. En met die dual crisp functie wordt dat crispy, krokant spek. En dat is wat we nodig hebben voor dit gerecht. En dat gaat nu ongeveer 2-3 minuten duren. En als het spek bijna gaar is, allee, krokant, dan gaan de eitjes erbij en als je ziet dat je zo een beetje weinig vetstof hebt, pak je wat boter uit je pan of voeg je wat boter toe. Eitjes erbij. En de eieren moeten nu garen, dus nog 2 à 3 minuten op de dual crisp functie. En nu dresseren. Jebla! Het spek is lekker krokant, de eitjes zijn gaar. Dat gaat lekker zijn, hè. En nu het allerbelangrijkste, hot sauce. Het enige middel dat echt werkt tegen katers. Wow. Smakelijk! De Supreme Chef van Whirlpool is een beest. Heb je zin om deze microgolf ter waarde van €300 te winnen voor op je kot? Klik dan op onderstaande link. Je kunt op twee manieren deelnemen. Ten eerste door mij op Instagram te volgen of u te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Door ze alle twee te doen, verhoog je uiteraard je kansen om te winnen. De wedstrijd stopt op vrijdag 5 oktober om 8 uur 's avonds en de winnaar zal willekeurig gekozen worden uit alle deelnemers. Veel succes!